Het leuke dat ik dit boek kan uitreiken aan Gert-Jan Buitendijk. Gert-Jan noemen we ook. We kennen elkaar al lang uit verleden. Dus vandaar dat we elkaar kunnen en mogen tutoyeren. Dat is heel plezier. Ik vind het heel plezierig dat ik dit boek kan uitreiken aan hem. We gaan daar nog even in gesprek met elkaar. Misschien eerst even de achtergrond waarom dit boek. Heel, heel bazaal, heel makkelijk. Ja, ik heb het geschreven in coronatijd, dus ik had toch niks anders te doen, zou ik kunnen zeggen. Maar dat is wat te badinerend om dat te formuleren. Want de achtergrond is het volgende. Ja, ik heb heel veel geschreven over openbaar bestuur, de consequentie van het ambtelijk apparaat. Dat is ook eigenlijk de achtergrond van mijn leerstoel hier bij het COP, waar ik dus kijk naar publieke sectorhervormingen en ook hervormingen met consequenties van het ambtelijke organisaties. Dus ook eigenlijk het onderwerp waar ik op gepromoveerd ben. En daar heb ik ook internationaal vergelijkend onderzoek naar gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, nou, het is goed om terug te kijken. Terug te kijken, wat heb ik oorspronkelijk gedaan? Dat proefschrift en dat universitair onderzoek. Vervolgens ook de agenda die ik had van de leerstoel, die ik hier heb. Maar ook gegeven allerlei ontwikkelingen in de samenleving. Met vraagstukken van kwaliteit. Dat is natuurlijk op dit ogenblik heel erg centraal in de aandacht gegeven. Al de discussies over crisis in het openbaar bestuur, in de uitvoering in dit verband. En vooral de zorg voor een goed, betrouwbaar, transparant openbaar bestuur dat aan de eisen en de verlangens van de burgers voldoet. Dat is eigenlijk de gedachtegang is geweest. En vervolgens ook een goede kritische analyse om te bekijken, wat is er nou? Niet alleen maar modewoordjes, maar ook te kijken, wat zijn nou diepere ontwikkelingen? Wat zijn nou eigenlijk de tendenties die je ziet met die implicaties voor de mensen in het veld, voor burgers, voor de politiek? En dan niet zozeer alleen maar op de modetrends, maar ook met name op de diepere grondslagen. Maar wat zijn nou de betrekkingen erbij? Dat is eigenlijk de achtergrond geweest voor het maken van het boek, waar ik ook zeer blij ben, ook dat COP dat heeft willen uitgeven. Maar aan de andere kant, ik ben een bestuurskundige en bij bestuurskunde is het essentieel ook dat je tot een verrijking of een dialoog met de bestuurspraktijk en met de samenleving komt. En vandaar ook dat het zo belangrijk is dat je daar ook over schrijft, boeken over schrijft, maar ook in de Nederlandse taal. Het was eigenlijk een beetje de achtergrond geweest van het boek en waarom ik het geschreven heb en waarom ik het materiaal bij elkaar. En ik ben buitengewoon blij dat jij dit boek wil ontvangen. We kennen elkaar veel langer eigenlijk ook vanuit de COP, waar je ook bestuurslid bent geweest bij de Stichting Leerstoelen. Je hebt ook colleges gegeven, ik weet nog, bij mijn studenten in het eerste jaar. Toen was je nog directeur-generaal Werk. Werk. Dat heb je over de pensioensystemen gegeven, een prachtige lezing. Dus wat dat betreft heb je altijd die contact met het openbaar bestuur. En natuurlijk in je positie als secretaris-generaal Algemene Zaken. Maar ook voor het openbaar bestuur, dan ben je, naar mijn mening, de uitgelezen persoon om dit boek te overhandigen. Laat ik het gewoon het hele de formele daar doen en het aan je geven. Nou, laat ik het zo aan je uit. Dat is een mooi boek geworden. Frits, dankjewel. Laat ik daarmee beginnen. En gefeliciteerd. Dankjewel. Want ik denk toch altijd weer dat als het er eenmaal ligt en het bij de drukker weg is en je hebt het echt in handen. Dan wordt het echt, hè? Je kunt er een beetje zo doorheen bladeren. Ja, dat hebben wij dan nog, dat wij boeken leuk vinden. Dan zal je blij zijn dat het er ligt. Dus van harte gefeliciteerd met een boek wat volgens mij een mooie beschrijving is van het openbaar bestuur en de achtergrond van het openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat. Kijk, het voordeel van als je een boek aanbiedt is dat je een sneak preview krijgt. Die heb ik natuurlijk ook gekregen, dus ik heb het vast één keer mogen doorbladeren. En ik denk dat het meest mooie is, maar dan moet je wat mij betreft nog maar eens even iets over zeggen, is dat je eigenlijk een pleidooi houdt voor aandacht voor kwaliteit en de organisatie van het ambtelijk apparaat. Dus volgens mij is het boek doordrenkt. En je zegt het ook met zoveel woorden van, nou, het is echt belangrijk dat er aandacht is voor de kwaliteit en de organisatie van de Rijksdienst, maar eigenlijk ook de andere overheidslagen die je beschrijft. Nou, dat is me uit het hart gegrepen. Hè. Als voorzitter van het overleg van de secretaris-generaal hebben we ook een brief aan de formatietafel geschreven, waarin we ook juist die aandacht bepleiten. We hebben daar met name onze vinger gelegd bij de uitvoering, hè, de zorg die er moet zijn. Voor de uitvoering van beleid. En we hebben ook iets gezegd over politiek-ambtelijke verhouding. Ja. Maar misschien wil je toch nog, Frits, nog eens even iets zeggen van, ja, wat is dat pleidooi nou en waar komt dat nou vandaan bij jou voor die kwaliteit van het ambtelijk apparaat? Hè? Nou, eigenlijk natuurlijk de kwaliteitsstreven naar het ambtelijk apparaat kom je bij elke bestuurskundige beschouwing kom je dat tegen. De vraag is, wat wordt nou eigenlijk onder kwaliteit verstaan? Mm-hmm. We hebben heel lange tijd gedacht over kwaliteit, als het maar effectief is, efficiënt vooral, dat het gewoon bekostigt. En dat is ook, die vraag was helemaal niet vreemd, want er waren gewoon minder middelen. En je moet het kunnen betalen, je moet een apparaat goed in orde hebben. Dat de kwaliteit bepalend is. Wat je over de tijd heen ziet, is dat eigenlijk de gedachtegang dat kwaliteit ook is, dat dit open is, responsief is, ook de politiek bedient, maar ook de samenleving. En dat je in die hele moeilijke, dat moeilijke veld gaat werken. Want het is moeilijk. Die kunnen strijdig zijn. En dat betekent dat je ook je kwaliteit, ook in termen van
publiek dienaarschap, zoals ik dat soms ook moet noemen, moet kunnen invullen. En dan zeg ik altijd ook nog een belangrijk punt is, dat is belangrijk voor burgers in de samenleving. Soms hoor je dat overheden nu al langzamerhand een beetje, ja, het misschien het zwaar woord, en dat een heel zwaar discrediet wordt gebracht. Mm-hmm. Aan de andere kant zitten die burgers juist erg te verlangen naar een goede overheid. Een kwalitatief hoogwaardige overheid. Want daar zijn ze echt afhankelijk van. Dus als je al die beschouwingen doorleest, er is eigenlijk enorme hoop op die overheid gezet. En die hoop, bij sommige mensen, door welke reden dan ook, die is wel teleurgesteld. Nou, dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de politiek, die politiek-ambtelijke verhoudingen. Denk, ja, je kan wel kritiek hebben op de overheidsorganisatie, maar daar moet je ook wel een fundamentele interesse voor hebben. Natuurlijk niet met alles continu benoeien. Niet bemoeien als er een relletje is dat die om die persoon moet bestraft worden. Dat is eigenlijk heel oppervlakkig. Maar natuurlijk, het goed werkende ambtelijke organisatie is ook essentieel voor politie, voor de volksvertegenwoordiging. Natuurlijk vanzelfsprekend voor ministers, om daden in actie om te zetten. En als je daar te weinig aandacht voor hebt, wat je daarmee wil, of daar niet systematisch, en op een gegeven moment, wat heb je nog in handen? Dus je moet dat fundamentele aandacht moet je gewoon hebben voor die kwaliteit. Maar een kwaliteit, dan gaat het met name om responsiviteit, natuurlijk de effectiviteit, efficiëntie, moet je altijd hebben. Een overheid die niet levert, is er niet. Dat verdwijnt gewoon gelijk. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, dat leveren betekent ook in perceptie gewoon van de mensen, van de samenleving. En dan moet je ook gaan kijken, en dat is misschien wel belangrijk in dit boek, en ik heb ook elders aangegeven, kijk alsjeblieft, hou er rekening mee, dat de samenleving uit verschillende type burgers bestaan. Mm-hmm. Mensen bijvoorbeeld met minder bureaucratische competentie, die moeilijker toegang hebben tot erover. Mensen die dat makkelijker hebben. En hou dus ook rekening dan met mensen die last hebben om hun recht te halen, of die contact met die overheid te krijgen. Die hebben we misschien in de afgelopen 20 jaar wat veel, misschien terzijde geschoven. Niet goed in aandacht genomen. En dan blijkt dat er bij die mensen een probleem ontstaat om ze te kunnen bereiken. En die krijgen met problemen te zitten. Nou, dat is dus voor mij een aanbeveling of een onderstreping. Kijk nou naar die groepen. Dat zegt natuurlijk ook een wezende ombudsman. En dat hoor je in de huidige discussie natuurlijk steeds meer. Ja. Probeer die zichtbaarheid van die overheid voor die groepen die wat meer die moeilijk toegankelijk is, daarop te richten. Dat zou ook een stukje, nieuw stukje moeten zijn, of een hersteld stukje, eigenlijk voor het ambtelijk vakmanschap, bij al die verschillende organisaties, op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Ja. En dat is deel dat nieuwe kwaliteitsaspect, wat volgens mij daarbij speelt. Ja, wat ik interessant vind in je verhaal, ik pik er maar even 2 dingen uit. Hè. De verwachtingen ten aanzien van de overheid en die responsiviteit. Maar eerst even die verwachtingen. Kijk, je zegt, ik heb dit boek in coronatijd geschreven. Als je nou vooral naar die coronaperiode kijkt, hè, wat mij zo ontzettend is opgevallen, is dat eigenlijk ook in die coronaperiode de verwachtingen ten aanzien van de overheid enorm zijn opgelopen. Zeker in die eerste fase. Ik zat, dat zei je net al even, directeur-generaal Werk was ik bij Sociale Zaken toen de coronacrisis begon. De verwachtingen rondom de steunpakketten waren natuurlijk enorm. Dat gold voor het in stand houden van bedrijven, in stand houden van banen, het in stand houden van, eigenlijk ook het opbouwen, verder opbouwen van de publieke dienstverlening. Ik eigenlijk vond ik het in zekere zin ook wel weer bijzonder om na een lange periode die je ook in je boek beschrijft, waarin inderdaad efficiëntie, effectiviteit misschien het meest prominent waren, zag je denk ik al wat langer een trend van een soort van revival voor de publieke sector. Maar die kwam wat mij betreft tot een wel enorm tot uitdrukking in die coronaperiode. Ja. Zodanig dat wij nu alweer aan het nadenken zijn van, ja maar wacht even, dat was misschien ook wel weer een beetje doorgeschoten naar één kant. En dat moet eigenlijk in een betere balans gaan landen. Ja. Dus ik ben in die zin eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig hoe een nieuw kabinet straks de opvatting zal hebben hoe ze dan tegen die publieke sector aankijken. Ja. Want een aantal moeilijke vragen worden natuurlijk niet beantwoord. Als je in het boek ook kijkt, sommige mensen zeggen, ja, wat staat er weer zo'n tabelletje in over de samenstelling van de publieke sector en werkgelegenheid. Maar dat kan je zien dat het aandeel van het openbaar bestuur in de publieke sector eigenlijk van ongeveer jaren 50 van de helft naar 25-20% zou gaan. Zorg, gezondheidszorg zijn geëxplodeerd. Om zeer goede redenen. Ja. Want ik kan mij nog herinneren, want ik ben natuurlijk ook al grijs, ik ben van mijn grootmoeder en die ouders. Vroeger in Rotterdam, waar ik geboren ben, zaten mensen bejaarden op een zaal. 25 op een zaal. En soms moest er toch een generatie voor de mensen gescheiden worden. Dat vond men niet meer fatsoenlijk, terecht niet. Dan zie je inderdaad wat dat betreft, dus mensen gaan een eigen kamer krijgen. Dus er komt meer personeel erbij. Dan zie je een enorme stijging wat gebeurd is om fatsoensredenen. Hetzelfde in de gezondheidszorg, maar dan zie je dus wat dat betreft dat die sectoren, zorg en gezondheidszorg, enorm zijn toegenomen, omdat er meer kan.
En laten we iedereen zeggen, iedereen wil doorleven op een goede manier. Maar op een gegeven moment krijg je de vraag van, oké, wat kan en wat kan niet? En dat is natuurlijk met de coronatijd die we nu hebben ook zo'n typische vraag van, tot hoever ga je met je financiering? Wat betekent voor onderwijs? En er zijn natuurlijk hele erge nare vragen. Dus de vragen van dat er een keuze gemaakt moet worden, omdat er toch schaarste is. En daar kan je natuurlijk vanuit, en dat is mijn persoonlijke opvatting, daar kan je van ook vanuit de politiek, en dat moet de volksvertegenwoordiger niet voor weglopen. Want dat betekent gewoon dat je zegt dat alles kan, dan ga je impliciet dus een aantal dingen dus niet doen. Ja. En dan krijg je verwaarlozing. Maar het zijn hele nare vragen waar ik zelf ontzettend blij ben dat ik daar niet voor gesteld sta. Snap je ook nog? Want als je die keuze moet maken, en dat is natuurlijk een probleem, dat er moet sommige nare keuzes gemaakt worden, schrijf ik in het boek ook. Je moet luisteren, je moet kijken, maar er zijn ook keuzen te maken. En dan is de vraag natuurlijk, als je dat allemaal zegt, nou dat gelijk aan bekritiseren, dan kom je in een probleem. En dat is een situatie waar ik nu zeg, er is terecht kritiek in sommige uitvoeringssituaties. Die zijn misschien misgegaan, of er zijn misschien redenen. Misschien moeten we daar ook nog met enquêtes nog eens een keer verder naar kijken, overigens. Want het is natuurlijk heel gemakkelijk om commentaar te leveren in dit verband. Maar daarnaast speelt er ook nog een rol mee dat ze, je kan niet alles. En dat is de vraag. En dat zijn die overmatige verwachtingen die dan gewekt worden. Overmatig misschien ook niet, hoge verwachtingen. Ja. En de vraag is, hoe kan je voldoen aan die hoge verwachtingen? Maar we leven niet in de klimaat, denk ik, op dit ogenblik, waar je het op dit moment als discussiepunt kan plaatsen. Snap je wat ik bedoel? Dat zou kunnen, ja. Omdat het is dermate problematisch met die toeslagen verder geworden. Elk onderwerp, die UWV die we vanochtend weer gezien hebben over die dame die dan wel volgens de conform de letter van de wet behandeld is, maar met dan een hele negatieve consequenties, hè, die in dit geval. Uh-huh. Nou, dan zie je dus in die pers hoe dat gebracht wordt. Maar kan je dan spreken over tot waar kunnen we gaan met een openbaar bestuur? En dat is denk ik op het ogenblik een buitengewoon moeilijke vraag. Daar sta je wel iets interessants, denk ik, aan. Hè? Dat gaat ook over dat punt van die responsiviteit. Ja. Ik geloof dat ik het daar wel met je eens ben. Dat als je naar de afgelopen periode kijkt, dat daar echt aandacht voor zou moeten toenemen. Ja. Dat is eigenlijk ook wat we al breder binnen de Rijksdienst in ieder geval, hè, onder de secretaris-generaal wel tegen elkaar zeggen. De aandacht voor uitvoering. En daarmee bedoelen we het natuurlijk ook. De aandacht van de uitvoering voor de mensen voor wie we het doen. Of de bedrijven voor wie we het doen. Kijk, daar draait het om. Ja. En die responsiviteit naar de samenleving toe, die mag eigenlijk wat worden verhoogd. Ja, zeker. Maar ik waak ervoor om te zeggen dat dat alleen een kwestie is van al in de uitvoering. Dat hoor ik jou ook niet zeggen. Het is wel degelijk natuurlijk ook een beleidsvraagstuk. Want uiteindelijk zijn de regels vaak ook, die worden gemaakt natuurlijk op die beleidstafel. En de uitvoering moet die regels uitvoeren. Maar moet zich ook verstaan met die samenleving. Nou, daar ligt volgens mij, zeker gegeven de situaties en de toeslagen kwestie die we hebben, andere voorbeelden in de uitvoering, maar ook in de beleidsomgeving, ligt er een hele belangrijke opgave voor het openbaar bestuur voor de komende jaren. Ja. En ook daar is het volgens mij weer op zoek naar een goede nieuwe balans. Ja, ja. Wat ik een heel moeilijk punt vind, ik heb het vroeger wel met collega's hier besproken en had een debat over, dat werd dan gezegd, ja, maar luister eens, we hebben dan een andere houding nodig, cultuur, politiek-bestuurlijke cultuur wordt genoemd. Maar wat ik ook in het boek probeer heb te laten zien, wat zijn nou redenen geweest dat een bepaalde situatie tot stand is gekomen? Bijvoorbeeld het bezuinigingsbeleid in de jaren 80 en 90. Ja, er was gewoon geen geld. Dan zie je dat er daar een probleem in zit, dat er een bepaalde reden is. In de tweede plaats kan je zeggen, wat ik ook nu zeg, bijvoorbeeld in de Kamer kan men elkaar de vliegen afvangen. En dan zie je hoe partijen tegen elkaar ingaan. Ook soms heel veel partijen die dan met elkaar praten of discussiëren, concurreren. En dan wordt dat problematisch. Als je ziet bijvoorbeeld die toeslagenaffaire, hoe is het nou eigenlijk tot stand gekomen? Het is natuurlijk niet alleen die Belastingdienst geweest. Het is ook de wetgeving, de kwaliteit die daarin speelt. De vraag dan is, kan je dat veranderen? Want je kan als ambtelijke dienst dat wel doen. Dat vind ik heel belangrijk, daar moet je gewoon op letten. Maar dat betekent ook natuurlijk aan de politieke kant. En dan kan je zeggen, er moet een andere politiek-bestuurlijke cultuur ontstaan. Maar we zitten toch ook 20, 30 jaar bezig om te kijken van hoe gaan die verhoudingen daar. Het is denk ik niet aan de ambtelijke organisatie om daarover te spreken. Misschien kan het Cenk Willink dat gewoon heel mooi doen, omdat hij dan als buitenstaander dat zo functioneert. Maar dan merk je dat er factoren zijn waar dus politici, de Kamer of de gemeenteraad elkaar in de greep houdt. En die greep voorkomt ervoor dat je eigenlijk dus wat dat betreft ook die kwaliteit voor beleidsmakende uitvoering
Wat moeilijker. Ja. Ja, toch vind ik een Frits dat als je dit aansnijdt, terecht, dat er wel degelijk ook een rol voor het ambtelijk apparaat kan liggen, hoor. Ik vind dat ook een discussie over, nou ja, je zou kunnen zeggen politieke cultuur, of wat die politieke cultuur betekent voor de politiek-ambtelijke verhoudingen, wel degelijk thema's zijn die we ook moeten aansnijden. Zeker. Eerlijk gezegd, dat doen wij ook. Hè? Ja. Dus wij proberen ook met een aantal SG's ook in het gesprek te zijn met het kabinet over die onderwerpen, omdat het ook beschouwing vraagt, reflectie vraagt van zowel de politieke als de ambtelijke kant. Nou, dat raakt voor je het weet natuurlijk ook de relatie tussen kabinet en Kamer. Ja, dus voor je het weet heb je het dan ook over de relatie van ambtenaren met Kamerleden, of met de ondersteuning van de Kamer. Hoe doe je dat nou op een goede manier? Zodanig dat iedereen zijn rol kan spelen, maar tegelijkertijd ook wel reflectie blijft op wat betekent het nou, de manier waarop we opereren met elkaar. Wat betekent dat dan voor het opereren van het openbaar bestuur in zijn geheel? Ja. Nou, ik zou toewensen dat hier in Den Haag, in de Haagse Arena plaatsvindt. Ook dat zijn gesprekken die je volgens mij ook op het lokale niveau zou moeten spreken. Dat speelt precies hetzelfde. Nee, ik ben het helemaal met je eens dat je die rol hebt, maar het veranderen daarvan, dat ligt zelf op het Kamerniveau zelf. Dat was mijn eigen punt. Je kan een beroep op doen, en dat doen jullie ook in de SG-beraad, SGO. En ook elders zie ik dat heel veel zeggen, joh, let er nou op. Wanneer jullie willen dat wij op een bepaalde manier kunnen werken, en ook ten behoeve van die samenleving, ten behoeve van jullie, dan moet je het ook wel inderdaad mogelijk maken. En let er dan op. Snap je? Dat is ook zo. En dat is gewoon een centraal punt. Maar het moet eigenlijk in het systeem zelf natuurlijk plaatsvinden. Ja. En dat is een stukje ingewikkelder. En je hebt gelijk, het speelt ook gemeentelijk niveau. Als ik bij mijn gemeente kijk, waar ik zelf woon, en elders, soms zijn het gewoon miniatuur. Miniatuur niet in de zin van dat het minder waard is. Moet vreselijk oppassen in dit verband. Maar gewoon op kleinere geografische schaal, waar dezelfde situaties gewoon zich voordoen. Ja. Want het mag wel een kleinere schaal, geografische schaal, maar dat betekent niet automatisch natuurlijk minder gewicht. Maar dat is heel iets anders. Misschien tot slot, Frits, als het nog mag. Je zegt ook iets over de algemene bestuursdienst. Heb je ook even, volgens mij, aangestipt van, nou, volgens mij zou je wat beter naar de inhoud moeten kijken, als ik het goed lees. En je zou toch eens wat moeten nadenken over die zogenaamde 3-5-7 benadering die jullie hebben. De maximaal 7 jaar zitten op plek, waardoor mensen toch wel snel mobiel zijn. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Ja. Weet je, ik ben oorspronkelijk, ook in mijn ontwikkeling, met twee dingen. Ik was een enorme voorstander van een algemene bestuursdienst. Een beetje naar de Engelse civil service idee. Hè. Dat was, we hebben de bestuurskundigen en anderen hebben vanaf de jaren 70 hebben dat gewoon bepleit om te voorkomen, want er was natuurlijk ontzettend veel verkokering op een gegeven moment. En er was ook op sommige departementen dat er echt te weinig doorstroming was. Het punt is dat ik ben op een gegeven moment begonnen met ook een kritisch stuk te schrijven met een collega van me, die over de onbewezen nut van de ABD. En toen was de TMG was dat nog niet. Want het was met name over dat management. En eigenlijk, als ik nou terugkijk, hadden we toen eigenlijk deels ongelijk in dit verband. Want mobiliteit, mits je het gewoon normaal doet, is goed. En in die tijd waren er nog tussen clusters van departementen. Dus expertise-terreinen, snap je? Uh-huh. En dat op een gegeven moment is dat wat meer losgelaten. En dan zie je een grotere ontwikkeling. Ik weet nog één, ik zal niet de naam noemen van de persoon. Ging van cultuur naar buitenlandse zaken. Ja, en niet in onderwerp met buitenlandse zaken, met cultuur bij buitenlandse zaken. Nou, dat is vrij extreem. En dan zie je dan een probleem ontstaan. En misschien is het daar op een gegeven moment was ook de discussie, ja, het is te veel managementgericht. Hoe daar natuurlijk de echte, als je echt onderzoekt, is dat ook wel een probleem. Want als ik DG's bekijk en ook de SG's, zit vaak ook nog een behoorlijke inhoudelijke lijn bij. Dat kan je absoluut niet zeggen. Maar op zichzelf zou ik dat zeggen, ik ben nog steeds wel een voorstander van de ABD. Omdat ik het alternatief, ook een TMG, het alternatief zie ik dus niet zo helemaal zitten. Dat heeft ook te maken met de tijd. Hè. Vroeger toen was DG en SG gewoon een eindfunctie. En dat is het niet meer. Dus je moet wat met mensen ook aan. En bovendien, dat ontkoken is gewoon heel goed. Maar de termijnen, 3-5-7, daar heb ik echt een groot bezwaar tegen. Ja, volgens mij zijn we het heel erg met elkaar eens. Ja. Hè. Dus ik denk dat jouw analyse klopt. Dat soms het wordt afgeschilderd als dat DG's, SG's helemaal niet van de inhoud zouden zijn. Nou, dat is niet zo. Hè. Je kan eigenlijk niet functioneren, volgens mij, op een dergelijke plek, als je niet een bepaalde mate van inhoud ook meebrengt. En natuurlijk kun je best wel eens wat minder, als je begint, net wat minder affiniteit hebben. Maar dan is het toch vaak een managementteam wat dat weer wel heeft. Dus dan wordt dat wel gecompenseerd. Dus daar til ik niet zo verschrikkelijk zwaar aan. Ik zie wel dat door die 3-5-7 benadering mensen sneller,
Hè, omdat ze dan vaak al tegen die 5 jaar gaan zitten te kijken. En dan gaan ze toch wel in beweging. Ja. En dan zie je toch ook een beetje dat de omloopsnelheid wat te hoog wordt. Dan zitten mensen wat mij betreft iets te kort op functie. Ja, ik moet eigenlijk tegen mezelf zeggen. Hè, ik heb bij SZW ook maar 3 jaar op functie gezeten. Omdat ik vervolgens naar de AZ verkaste. Maar tegelijkertijd, ik zou wel wensen dat dat wat langer kan. Ja. En dan moet je dus wat losser moet je willen omgaan met die 3-5-7 benadering. Nou, dat is nou precies wat volgens mij de minister van Binnenlandse Zaken inmiddels ook wel al gelukkig tegen de Kamer heeft verteld. En gezegd, nou, daar willen we toch iets ontspannender naar kijken. Ja. Waardoor mensen iets langer toch echt gebruik kunnen maken van de opbouw die ze wel nodig hebben. Als je in zo'n functie komt, dan heb je enige tijd nodig om je netwerk op te bouwen. Je inhoud echt het meeste te maken. En dan, als je dat dan vervolgens ook een beetje goed wil uitnutten en daar ook echt... gezag hebt op het terrein, dan moet je ook wat langer blijven zitten. Daar zie ik gelukkig, wat mij betreft, dan ook een ontwikkeling die jij toe juicht, begrijp ik. Ja. Maar de 3-5-7-regeling vond ik nog erger. Althans, nog erger. Dus, er zijn ook omstandigheden dat het gewoon heel erg goed is. Dat zeker. Maar je moet voorkomen dat iemand een bepaalde positie een eigendom wordt. Zal ik het even zo formuleren? Dat is het grote gevaar. Was met name bij de beleidsmedewerkers. En daar stond in de laatste, gelukkig is dat losgelaten... in de strategienotitie van Binnenlandse Zaken. Ja, beleidsambtenaren die kunnen heel makkelijk wisselen. Want het maakt niet op welk terrein je beleid maakt. Als je maar beleid maakt, dan denk ik, dan heb je het niet helemaal begrepen. Dat gaat veel te ver in dit verband, omdat daar helemaal die netwerken speelt en clusters. Maar ik moet ook wel toegeven, voor mij was die betreffende notitie 4-5 jaar geleden geschreven. Zo zie je ook dat er wat dat betreft een voortschrijdend inzicht is. En ik ken deze nota niet hoor. Maar... Nee, maar dat was de strategienotitie. En dan denk ik, dat kan je niet zo blijven beweren. Maar dan zie je inderdaad ook dat Binnenlandse Zaken, ook gegeven de discussie. En dat is ook weer belangrijk voor een transparante discussie over deze zaak, over de kwaliteit. Dat je gewoon zegt, we hebben het wel gezegd, maar misschien moeten we wel anders. Ja. Misschien moeten we het iets anders invullen. Ook geen wet van mede en persen maken. Ja. Nou, dan zijn we eigenlijk toch weer bij het kernbegrip terug van de kwaliteit. Exact, Frits. Exact. Nou, ik ga met veel plezier het echt extensief lezen. Ik heb het nu alleen nog maar kunnen doorbladen. Dank dat ik er mocht zijn en ontzettend leuk. Ik ben ook zo blij dat ik het aan jou kon uitrekken. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.